Goeiem, het is tongetje, 23 april, dit is Bient. Maar Joen, de drachtster Betteltjerke hoort net op met bed, bad en ballen. En Ami van Eerden vertelt waarom. Het 23 jaar krijgt Friesland weer een eigen kunstacademie. Een initiatief van Doet Boersma en Janne Witske de Vries. Hoe het vertriert van de Friese Partij van de Arbeid. Hoe nou verder? Wat wij, Janne Witske en ik, mij die steertefractie, oude rond de vier hier, investeerd hebben. Ik in die gearworking. Dat is fut poetst. En daar ben ik ongelooflijk oerrakken. Ik viel mij nooit. Ja, Janne Witske, dat wie juster in Jesterlittens bij de provinciale ledenvergadering. Dit wie Hans Konst. Wat mij nou opvalt bij zijn uitspraak, dan denk ik van die verkiezingsuitslag die wie jouw wiekelien wie dat bekend. Ja. En dan verwacht je toch een trotochte eindconclusie. Maar nog eigenlijk, de emotie regeert nog heel tijd. Ja, maar dat is ook wel logisch, want het had u zo griezelig rekken. En gisteren hier we een ledengeerkomst. Nou, dan ben je uit alle hoeken en gaten van Friesland bezig. En dan heet het er mooi koroer. En ik vind het mooi dat mensen dan hun hart luchten. En dat is daar gebeurd. Ja, en dan worden de woorden broekt. Nou, ik zeg, het had u rekken, maar we zijn net verslaan. Oké, okay. En net naait. Ik ben het zo gauw nooit. Bed, bad en brood. De netopvang van uitprocedurele asielziekers. Die verdwijnt uit Friesland. Het kabinet had besloten dat de opvang van illegalen alleen nog in de vijf grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven en Ter Apel mooi. Ami van Eerden van de Betteltjerke in Drachten. Je vangen al jaren uitprocedurele asielziekers op uit de omkrieten van Drachten. Wat betekent dit besluit nou eigenlijk voor de opvang van deze mensen? Voor ons niet. Het gaat niet veranderen. En ik denk ook absoluut dat ook vanuit de lokale overheid in Drachten er ook niets gaat veranderen. Jim ging gewoon terug met het opvangen van asielziekers. Ja, omdat het ook echt een opdracht is die uit de regering gekomen is. Want onze opvang wordt mede gefinancierd uit de WMO. Het is een doelgroep van de WMO bij ons. Maar, oh even. Want lang omlet is er eindelijk een akkoord sletten. Ja. Toch, terug de Partij van de Arbeid en de VVD. En die zei ze van, het mooi net meer in Drachten. De asielziekers die moeten naar de vier grote steden en naar Ter Apel te gaan. Had zij een punt eigenlijk, Janne Witske? Nou, maar netopvang, dat ken altijd. Hè? Daar steen de gemeente ik voor in het kader van openbare water. En dat toch het burgemeester en gemeente ik op een goede manier. Dus die netopvang, die bloeit er voor individuele gevallen. Want wij willen natuurlijk net dat mensen onderbregen en in parken sliepen. Dus daar was dat mensen opvang worden. Maar wat nou een nieuwe stap is, dat er erkenning is voor die mensen die het waarom matten. Mm-hmm. Maar dat nog niet kennen, omdat het loonwetse hindermate hun bijvoorbeeld net taal leert. En dat vind ik wel belangrijk. Dat zit nou in dit akkoord. Daar is erkenning voor. En die mensen worden opgevangen in de grote steden. En dat vind ik een belangrijke stap. Ja, maar Joost, ze eigenlijk, de verordening voor u is net zo volle dus. Nee, omdat ik geloof dat zolang de mensen binnen onze grenzen van Drachten opgevangen moeten worden, omdat ze inderdaad anders ergens in een park moeten gaan slapen, dat nog steeds ook de kerk, hè, wij doen met meerdere kerken samen met de lokale overheid deze opvang. En wij zijn een stukje van de voorziening daarin. En dat we dat ook blijven doen zolang die mensen er zullen zijn. En ook als mensen naar die grote steden gaan en na een aantal weken of maanden naar hun land van herkomst gaan en terugkomen met hetzelfde vliegtuig omdat ze niet toegelaten worden, omdat het land hun niet meer kent, dan zegt deze regering, dan gaan ze opnieuw op straat. Nou, waar moeten we dan met ze heen? Dus dan blijft het blijft. Ja. Zolang wij niet met z'n allen een oplossing gaan vinden voor de statenlozen en de mensen die geen documenten hebben of die niet meer erkend worden door hun thuisland als inwoner van dat land, daar zullen we met z'n allen een oplossing voor moeten bedienen. Zolang dat blijft, blijft ook de opvang en blijft ook de plicht voor ons, hè, als kerken. Ook, want we zijn niet alleen de Bethelkerk, maar ook alle andere kerken doen daarin mee. Samen de schouders eronder en samen zorgen dat deze mensen menswaardig onderdak hebben. Maar nog even over de Betteltjerke. Ja. Want hoeveel mensen, hoeveel asielziekers binden, hè? Ja, bij ons, we hebben in de afgelopen jaren zeker zo'n 75 mensen onderdak gegeven. En op dit moment zitten er ongeveer nog iets van 20, 22 mensen in de opvang bij ons. En deze hele discussie, hè, die u eigenlijk een paar dagen echt heel Nederland in de besnijing houden hebt. Is dat daar echt punt van discussie eigenlijk? Wordt er een soort hoe praat
Nee, er is bij ons geen discussie over. Dat is, als je de mensen bij ons interviewen zou, zouden ze zeggen, nee, maar dit staat in de Bijbel. Het staat in het Oude Testament, het staat in het Nieuwe Testament. De vreemdeling binnen onze poorten moeten we goed voor zijn, moeten we opvangen, moeten we verzorgen. Maar de asielzieken zelf? Die vinden het geweldig. Ja. Het zijn mensen. Ze voelen zich mens bij ons. Maar ze maakt je haar in je zwaren. Ja. Tuurlijk. Ja, maar dat blijft toch. Het is, verandert niet. Want lang om let, ze moeten uiteindelijk, denk ik, wolven waarom naar hun eigen loon. Ja, maar wat ook de regering zegt in het akkoord wat gekomen is, is dat er een stuk rust moet komen. Dat als jij je elke dag moet zorgen maken of je wel eten hebt of dat je ergens kunt slapen, kom je niet tot rust, kun je ook niet bedenken wat je toekomst zal moeten zijn. En als wij kunnen creëren een plek, een huis, we hebben ook meerdere huizen nu, 3 huizen nu in Drachten, dat de mensen een vaste plek hebben waar ze mogen zijn, dan kun je ook tot rust komen en nadenken, wil ik illegaal blijven in Nederland? Of zou ik misschien toch nog een kans kunnen maken in een land waar ik mag wonen? Maar dat is dus wel afhankelijk of dat land jou nog steeds wil ontvangen. Ja, dank voor je reactie. Graag gedaan. In ons riegen over het platteland en dwarpen, die het van alles zelfs regelen, hier ben we Joert in Jestemar en aasen een reportage. Het waren kongens om toch nog de kunstacademie te doen. Doet Boersma, maakt het mogelijk. In Ljouwert, voor alle meisjes die het net jeder ondoren, maar er nog altijd van dromen om een echte kunstner te worden. Morgen dan is de officiële opening van de kunstacademie Friesland in Ljouwert. Doet, en daarmee komt voor jou, denk ik, echt een wens in vervulling. Ja. Maar als ik dat nou wens, of net, het gaat om de mensen die dat heel graag doen willen. Hè? En al die mensen die het schilderen of tekenen en zich heel graag verdiepen willen. Daar gaat ik een wens van in vervulling. Wat is er verlet van? Ja, er is een diepe behoefte om je te verdiepen. En als je naar de kunstacademie willen, dan mag je gewoon of naar Grijns of Kampen. En nu kun je dus hier gewoon in Ljouwert te lonen. Maar wat is het verschil dan van de kunstacademie Minerva in Grijns of Bedij? De Minerva is een Rijkskunstacademie en wij hebben een die certificeerd is door het CRKBO. En dat is dus een particulier initiatief, wat dus certificeerd is door die instantie. Ja. Dus het is net, de kist geen beurs krijgen, dat besteed ik al niet eens meer, maar geen studiefinanciering. Dat krijg je bij JIM net? Nee. Nee. En wij hebben het betocht omdat we al jaren schilderles jouw en al jaren masterclasses van mensen met een kunstvakdiploma, dus een soort post-academisch onderwijs. En ik dacht, dat ik dat steeds jaren van mensen, we willen graag verder en hoe kunnen we verder. En toch die ondervinding van die masterclasses dacht ik, nou, we maken het maar zelf dan. Ja. En zit het Leidende Herenakkoord. Ja. En die heeft al die academisch onderwijs erdoor gedaan. Ja. Ondertussen is de kunstacademie Minerva die gewoon ik HBO worden. Mm. Dus we hier al lang weer waarom herkend. Want wij maaien in die oud HBO hebben. Ja. Maar het gebeurt maar net. Ik heb hier toen toch zo van, ik dacht, dan komt het nou. We gaan het gewoon zelf initiëren. Ja. Wij hebben even Sjoen bij een van de mensen die heel graag de opleiding dwan wil. Dat is Fokke Veurman van Oortjerk. Dimmenheid. Hij is technisch tekenaar, maar hij wil heel graag professioneel kunstenaar worden. Let even zien. Ik denk dat er, omdat daar verschillende docenten op zitten, dat die dus, ja, dit media wel weer verder mee helpen kennen. Dat ze wel zeggen kennen van, ja, hoe had ze dat nou wel zo aanpakt? Maar ja, misschien dat ze toch op een andere manier aanpakken met een eerst. Dat hoop ik wel. Dat een docent die uitdaagt van, nou, als het nou eens over emotie denkt, van nou, hoe kan ik dat dan uitdrukken? En dan had ze het net zo gauw misschien over een kou, maar misschien wel met kleuren of met, en dat zo'n kou in hele andere kleuren komt, of een abstract werk. Ik had zien mijn dochter ook zijn van, nou, dat is de omscholing. Hey, ik ben nu als mechanical engineer, nemen ze dat dan. Dus tekenaar, echt abstract. Van, nou, dat is een lijntje en dat maakt precies daar. En eigenlijk zie ik het wat meer in de vrijheid. Ja, dus jouw droom is om vrij te wezen en kunstenaar te wezen? Ja, ja. Die kant wil ik wel uit. Ja. En ook daar dan van besteden, ja, dat maakt je natuurlijk al wachtje, maar.
Ja, doet. Ja, hij is dus technisch tekenaar, een Volker Veurman van Oortjerk. Machtig. En hij wil graag echt professioneel kunstenaar worden. Is dat realistisch? Nou, er komen jaarlijks een hele grote mensen van de kunstacademie al. En uw verantwoordelijkheid gaat verder dan mensen uit te leveren. Met een beroepsperspectief van nou gaan wij u zielt met de kunst verzinnen. Dat is altijd maar de vraag. Dat hangt van zoveel factoren af. Uw doel is mensen een basis, Jan. Als je hem eerst krijgt, hij kan knap tekenen. Hij kan ook wel schilderen. He, maar dat kan inderdaad dan. Je zou zeggen, wel wat meer diepte in. He, wat hij zelf zou het gevoel miste. Daar ligt dus geen basis onder. Die man heeft schilderen geleerd, maar die basis heeft hij nooit gehad. En die wil wij graag meesken, Jan. En dat beroeps, dat is in de vierde jaren, is er marktkennis hebben wij ik onaandacht genoeg. Maar het gaat om die verantwoordelijkheid om goede vakmeesken aan te leveren. Ja, maar die opleiding wordt 4-4. 4-4. En dan uiteindelijk, dan ben je echt, ja, dan hoop je met die meesken echt wat tattenjekje natuurlijk onder Friese kunst. Juist. Ja. Dus daar kist ik al kunstenaar nemen. Kunstenaar is een vrij beroep. Ik? Daar heb ik, ja, doe ik. Ja, en doe ik, hoor, doe ik. Oh, ja. Ja. Toch ik de jinnige wie, maar nee. Nee. Daar heb ik geen kunstacademie voor nodig, hè. Maar je hebt een kunstacademie nodig om een basis te lezen. Maar tekenen, maar schilderen, maar kunstgeschiedenis, maar driedimensionaal werk. Een begrip te krijgen, waar gaat dit over? En dat, dat tekwat aan kennis wil wij graag bij mensen brengen. Ja, kan elke niet eigenlijk die opleiding volgen? Nee, ik vak een firma samen net. Fokken. Ja. Goed opletten op Fokken, dan komt het, dan komt het. Wat Fokken van? Fokken die maakt nog taalletingsgesprek van. En daar wordt nou je motivatie heel duidelijk zien. En je neemt een werk mee, je leert wat zien van nou, dit heb ik al dingen. En dan jaren wij naar die motivatie. En als, hè, dat, ik ben heel blij dat ik net in die, dat is een heel moeilijke wij. Er zitten verschillende docenten in die in peteer gaan met de kandidaat. En dan jaren we van nou, is dat realistisch? Was het was? Ja. Wat was het zo? Wat kunnen wij bieden? Dus dat is een peteer. Wij zeggen van nou, hebben we dezelfde doel. Ja, in september, dan ga je hem los. Wij gaan in september los, maar ik vertel nog even dat wij Njoggen net zien. Maaien hebben wij open dagen. En dan kunnen mensen al even een mapje meenemen. Even zien litten van nou, is het wat? Ja. Bij deze. Nog een zie je mooi. Die open dagen. Het platteland is in beweging. Er zijn heel iets meer dwarpen die hetzelfde touwtjes in handen nemen en van alles regelen. Misschien is het ook wel de manier om de holle boppenwetten te houden. We zoeken van het slot van uw rieren in Jestemar. Dat u het zet binnen met een lokaal loket. Wat verdwijnt er net uit de dwarpen? De squalm, winkels die te dwarpen sluiten. Wie in het eerst de bankkantoren die tegengenen, nou verdwijn ik de pinautomaten. Zwarg wordt hield iets minder op het platteland. En zelfs ik wenningcorporatie ze loeken haar verom. Maar daar werd zaken verdwijnen, ontsteen ik weer nieuwe initiatieven. Nou, ik denk dat de regering nog volle meer dingen afsluit en ja, dat mensen toch meer op elkaar omgewezen binnen. In Jestemar ben ze dit hier uiteenzet met lokaal loket op initiatief van Plaatselijk Belang. Tine en Nico Hoekstra keppelen je vrijwilligers om dwarpsbewenners die het verlet ha van help. Lokaal loket met Tine Hoekstra. Het telefoontje komt van Riemer de Boer. Een theehuis? Dat is wel wat anders, jong. Riemer en zijn vrouw vangen op het thuisborkerij pleegbeen op. Ze bouwen nu een theehuis en kim wil wat help broeken. Omdat het net commercieel is, het theehuisje wordt aanstik rund toch meestal niet in de doorbesteding zitten bij Riemer, kan de help van lokaal loket inskekelen worden. Nou, ik zie wel, er is al heel wat verhoren, Riemer. Eigenlijk gaat het ook een beetje voor ons dat vroeger weer, hè? Vroeger op de warpen, men hulp mekaar en je wist het van mekaar. Oh, daar maar steeds om te denken, of ik even naar die. Nou, dat beroep wordt nou weer op uw dienen. Op zich net een verkeerde zaak, denk ik. Met Sigel en de buren hebben we alle dakpannen op helft van Noordpleets. Ja, maar dan is het weer een beetje authentiek. Hè? Dan is het weer een beetje mooi geheel kreeg. Ja. Wopke Wobbes had wat bouwkundig advies doen, omdat hij in het werk zit. Mij mag wel helpen, dat is een goed ding.
En dat is het voordeel dat je in een gemeenschap waait. Werd we elkaar een beetje kennen. We hoeven elkaar niet altijd op de vingers te zien, maar we hebben elkaar groetje. Dat is heel wichtig. Maar als er dan wat is, nou, dan steen je elkaar er even bij. En dat is gewoon dan heel noffelijk om dat te ondervinden. We hebben dus een werkgroep duurzaamheid. Die onderzoekt van, kunnen we zelf energie inkopen, zelf energie opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen of windmolens of iets dergelijks. Eigen dwarfsteun, eigen verbouwen, dat soort projecten ben ik mee bezig. Uit dit dwarf binnen verschillende ideeën nou kwamen. Hier is dat lokaal loket dat nou eigenlijk warm kregen heeft. Nou, dat is eigenlijk het begin daarvan. Wat voor hulp wou je graag hebben? Ja, nou dat kan wel regelen. Maar wanneer moest dan naar het ziekenhuis? Wat vandaag? Wat morgen, jong? Vroeger koest de oorlog erop op dan. Die koest vrije, deze koest vrije. Nou, dat hebt al je wat fut. En ja, daar is dit eigenlijk een beetje van in plakken. Een soort burenhulp, samen met het meer net. Ik net moeilijker, maar is gewoon burenhulp. De bijnaam van de Jeste Marres is broekophouders. En dat is wat lokaal loket ik docht. Zorg je dat mensen naar zelfs rijden kennen. Neffens Hoekstra zal dat in de toekomst alleen nog maar meer worden. We werken straks in de toekomst samen met de huisdokter en de wiekverpleegkundige. Hè? Dus daar krijgen we dan ook informatie van en dat kunnen we dan op elkaar afstemmen van hoe dat dan gaat. De Partij van de Arbeid Friesland viel hem naait. Vooral door het CDA, die de Sociaaldemocraten van het Friese Provinciale Plus zit na. Voor een soort zelfreflectie lieke Juster amper rompte op de ledenvergadering in Jestelittens. Dat voor zelfs ek praten waard over de grutte verkiezingsnederlaag bij de statenverkiezings. Het was kloten, het was zwaar teleurstellend hoe de uitslag was. Van 11 naar 7 is natuurlijk niet niks. En als u zegt van, zeg het ook, dan zeg ik het ook. En ik vond het ook waardeloos hoe de uitslag was. Ja, leuke reacties. Wie wekt zo leuk? Nou, die jongen van die uitslag, dat vond ik verschrikkelijk. En dat is dan staren gewoon dat beeld krijgt van hoe ik Friesland landelijk stemt had. En dan denk ik, ja, wat gebeurt hier? Ja, maar dat steeds heel tiet, hè? Van, ja. Friesland had landelijk stemt. Ja. Maar reken je jezelf ook wat aan als boegbeeld van de Partij van de Arbeid? Ja, wees dus de tekst natuurlijk altijd naar van wat hier we oorst waren kind. En hier die campagne er oorst uitzien. Maar ik ben er toch van overtuigd dat wij echt campagne viert hebben van Friesland. En dat past ook bij ons. Want wij hebben ook griezelig intensief werken die jaren rond de vier hier. Om Friesland sterker te maken en mooier te maken en toeken te maken. Waar een kunstacademie waarom te halen. Nou, dat mijn meesten zelfs doet, mijn meesten mijn initiatief. En wij hebben bezocht om daar alles om te dwaan. En wij hebben goede resultaten deelzet. Hè. Een enorm investeringsprogramma van Friesland. Maar toch ben je in de tussentijd 30.000 stemmen kwijtraken. Ja, je maakt ergens, hij hebben net goed in. Nee, en denk is natuurlijk ook naar chef van waar binnen dat? Waar ben die meesten die thuisbleun binnen en die het net meer op u stemt hebben? En wat kunnen we daar aan doen? En dat geven we de komende jaren natuurlijk mij terug. Om juist dicht weer in die meerskip te steken. Krijg wat we hier krijgen bij Jeste Marres zeggen. En chef van hoe kennen wij dat stiepje? Dus wij binnen een partij van de mensen. En we binnen een partij van de inhoud. En we steken ergens voor. Nou, en dat bloot ik oranje. Dus ik zis ook heel tijd, die partij. Is het net een tikkeltje arrogant? Van wij hebben eigenlijk, wij hebben alles goede dingen en het leidt onder kiezen? Nee, echt net. Want wij binnen geen pluszitters. Want als wij pluszitters wien, dan hier we op die tandem sprong zonder te weten wat de koers van die fiets weer. Nou, dat hebben wij net dien. Wij gaan wij willen over die inhoud praten, want het gaat voor u ergens om. Het gaat om Friesland en het gaat om werk van jonge mensen en werk van de oudere mensen. Goede zwaarverschijningen dichtbij. En dat programma willen wij graag uitvieren. En dan ben er wel 40.000 mensen die het op die stemt hebben. En die daarop rekken je dat ze wat van wier makest. Nou, dan was het een inhoudelijk gesprek daarover vieren. En als dat dan Safië net komt, ja, dan wist dat Jip teleursteld over. Ja. Nou, en dat weer het gevoel, juster jong. Ja. En ik denk, dat is ook helemaal net slim dat dat eruit gaat. Maar dan vervolgens, zeg ik, ja, wij zijn een veerkrachtige partij. Wij kunnen met het zinslag omgaan. Nou, de kop weer omheen, regenjocht. En
om het werk van Friesland. Want het lijkt wel vooral op wie ze, hè? Wie ze naar de gereformeerden van het CDA, ja. En wie ze naar Den Haag. Maar je moet natuurlijk ook zelfreflectie wijzen. Ja, wees, maar dat doen wij ook. Wij zijn een partij die erin uitblinkt om bij al je commissies heel tijd wet te zeggen van wat kunnen wij beter doen. Ja, maar om deze tafel draaien vrouwen in het reet. Dus denk ik een beetje om uit te stiepen, denk ik dan maar. Hè. maar van, ik wil even weer waarom, want een paar weken zie je Jaap Stalenburg ziet hier om deze tafel, PvdA-lid. Ja. En die zei het volgende. Ik mis zo sterk bij de, en dat mis ik ook weer bij Jan en Wietske. Het is weer de hele wereld tegen de Partij van de Arbeid. Maar het is nooit iets van jongens, laten we nou gewoon de schouders eronder. En we gaan eens. We nodigen ook de kritische leden uit, want die vinden ze vervelend, doen ze niet. We gaan eens met z'n allen kijken hoe we die partij sterker kunnen maken. Ja. In plaats van blijven hangen in frustraties. Want dat werkt niet. En het is echt niet alleen landelijke politiek. Had er een punt? Ja, maar. Ik herken net, wij hingen net in frustraties. Wij hebben juist in de steden. Hij viel je night, zei Hans Konst. Maar dat we juist doen bij de algemene ledenvergadering. En daar hebben we net de kritische leden van het welkom. Maar die hebben wij daar net yet. He, dus die hingen daar hun loet, ik jaren lid in. Dus wij binnen de partij werd alles examen werk in. En ook geven we verder. En we doen precies wat Jaap Stalenburg zei. De schouders eronder, de hol omheeg. En van Friesland aan het werk. Ja, er is wel een sign van, ze hebben mij oerhelling matten om listloeken te worden van de Partij van de Arbeid. Noten we dit al je witte achternaast, jongen. Wie is er dan wel de goede vrouw om de kar te loeken? Nou, dat met de oren beoordelen. Dat loet is juist net naar voren kwam. En ik heb echt me voor 100% inzet. Dus ik ja, maar dat is heel populair bij de leden natuurlijk. De eigen achterban of de partij, dat is heel populair. Maar ik ben net leden. Ja. Ik ben net leden, zorg ik. Ja. Maar van de cultuur, het zijn een hele protte budgetten. Ja. En we moeten het nou maar weer even afwachten zien. Zij het van moment in je oor, het zij u steunt. Maar alles wat ze in zich hier, dat het net maar partijprogramma's te maken. Dat het maar zien naar wat Friesland nodig heeft. Ja. Nou, maar als we weten wat we weten dan, is er net speed van achternooi? Nee, echt net. Ik heb zo'n respect voor al die mensen die het om je heen stien. En mooi campagne viert haar bij al die energie. En hoe ruim bleef wat we van Friesland dienen haar. En Dat sterkt u, zeg. Want die culturele haardzet is er, die universiteit. Je woont een beetje mooi liften op het succes van de culturele haardzet. En dat is eigenlijk gewoon misleren. Ja, dat weet ik net. Dat zult dat heb je hem uiteindelijk. Ben je een zetels verleen. Ja, maar uiteindelijk gaat het om wat er van Friesland oorbloedt. Daar zitten wij erin. Wij zijn van Friesland aan het werk en van de inwoners. En wij zijn geen plus klevers. Hè? Nee. Want oorzien wat oors dienen. Nou, en ik vind wij steen ergens voor. En dat had leden juist Rion ik onderstreken. Die herkennen dat en die vinden dat een goede koers. Nog even hoe jij persoonlijk, Janne Wietske. Want wat is er nou van? Ik bedoel, er zit nou in de oppositie. Ja. Hij is 8 jaar lang heeft regeerd. Ja. Nou, maar staan ze in de steentebankjes. Zit er wel überhaupt voor die uitdaging in? Ja, er zit altijd uitdaging in, maar het is wel een hele rol. En ik vind het moeilijk nou om de dingen waar ik me samen uit verboen viel om die los te laten. Dus dat is even deze weekend. Maar is dat het een rol die bij die past? Nou, ik maak gewoon werk aan, hè. Dus ik moet weer solliciteren. Dus ik moet eerst op zich naar een andere baan. En in de steden zal ik mijn best doen. Maar ik dan als stedenlid dingen voor elkaar te krijgen van de ministerie. Het Fries Museum, wat Saskia Bak is voort. Zie ik er nog een nieuwe directeur? Ja, nee, dat heb ik net op reageerd. Ga je apotheken, dit voort? Ja. Nou, we zullen het zien in de toekomst. Ik moet gewoon eerst even landen. Ja. En de simmer moet er maar overheen. Misschien maak ik wat schilderen bij Doet. En dan komt die verdieping wel en dan komt er eigenlijk wel weer werk van mij. Ja, de Frieske Marren, dat ik dan precies je vrij. Of Arie Albert giet voort. Ach, hey, nou, hij is wel tips, hè? Nou ja, toch? Zullen we die bloot wel in de politiek? Ja, maar soms is de oppositie ook heel sterk. Ik wil heel graag van Friesland werken. Ik ben net een politieke carrièrejager. Dat hek helemaal net. Ik wil van Friesland aan het werk, ze hakken ik altijd die. Nou, en we zullen zien waar ik te lonen kom. Oké, ik ben heel benijd. Wie Ladies Night, jongen, in Bien. Tige dank voor je komst, Frolie. Ons Safië, morgen dan ben we de werk dan omtekend voor de sport. Dan zullen we onder andere vooruit naar de volleybalontknoping. Want willen de snitser volleybal Frolie sneuren, kampioen van Nederland. Maar goed, dat is pas voor morgen. Voor nu nog een hele gezellige jongen. Dag.